Papa, kom eens. Mijn bed. Tijd om in te checken in het hotel. Ja, wat een uitzicht, zeg. Ja, laat ons zeggen dat de kinderen helemaal zot waren van de kamers en ook van de andere activiteiten. Yeah. Oh, ho, ho, ho. De volgende ochtend trok ik er al vroeg op uit voor een wandeling in dit Picardisch Wallonië. Goedemorgen. Het is 6 uur en ik ben begonnen aan een wandeling hier in de buurt van Mont Saint-Aubert. Dat is een bergje van 147 meter hoog en bovendien heel erg populair bij wielrenners. En ik doe een wandeling die heet La Balade of La Promenade des Poètes du Soleil Levant. Dat is een wandeling die je verplicht moet doen bij zonsopgang. Wandelen dus. In Picardisch Wallonië zijn er 2 natuurparken. En die tellen natuurlijk tal van wandelpaden. Je kan die te voet doen, per fiets of zelfs te paard. Wat later laat ik me vervoegen door mijn reisgenoten. En dan moeten we weer verder naar het Ecoparc Aventure in Doornik. Ecoparc Aventure s'existe depuis 2009 sur le site de Tournai. 9 parcours, plus de 150 ateliers et également 2 activités supplémentaires. Ecoparc Légende, donc c'est un parc avec des grands trampolines géants dans les arbres. Et cette année, la grande nouveauté, Ecoparc Game, c'est un jeu interactif dans la forêt. Avec sa famille, il y a une chose à ne pas louper vraiment, c'est les Tyroliennes au-dessus du lac, c'est les Tyroliennes les plus grandes de Belgique. Donc vous traversez 2 fois le lac de l'Orient, la première sur 330 mètres, la deuxième sur 305 mètres. C'est des sensations vraiment géniales de voler au-dessus de l'eau. Ja, onze dochter was nog niet helemaal overtuigd. Ça va? Nee. Je gaat pas kunnen, schat. Waarom ben je bang? Hè? Je gaat dat kunnen, hè? Allee, zo, hè. Hey, papa is trots, hè. Kom aan! Woehoe! Hop.